Hallo. Ah, je was er wel snel in ieder geval. Hallo. Hij stapt af. Zo, het ziet er wel mooi uit, zeg. Och. Terwijl mijn collega's de verkoper aan het lijntje houden, houd ik ondertussen de politie op de hoogte. Ze zijn met elkaar in gesprek. En ik ga luisteren of er een deal is. Zullen we even hier staan, anders staan in het hokje? Want is het nou wel of niet legaal? Om te hebben wel, maar niet om te hebben. Oh, ja, dus ik zit strafbaar nu. Ja. Ja, dat begrijp ik. Er is nog niet betaald. Ben je dan nooit bang om gepakt te worden, je mee? Wat op mij? Nee. Hij pakt nu het spul. Ik verkoop niet online, ik verkoop alleen aan vaste klanten. Ja, vandaag. Iedereen komt dus bij mijn huis. Is dit anders dan die spuiten, zeg maar? Spuiten, zeg maar, injecties heb ik ook gedaan. Ja? Een jaar geleden of zo. Ja. Maar toen hadden heel veel mensen bijwerken. Oké. Misselijk, geen eetlust meer, stijven en zulke dingen. Oké. Dus dat waren zeg maar bijwerkingen. Ja. En het is ook slecht voor de organen. En is dit niet... Maar dit is dus niet schadelijk meer. Ja. Voor de organen of niet, of voor je lichaam niet. Nee. Dus dit kun je gewoon doorgebruiken. En injecties wordt er aangeraden om er een tijdje mee te stoppen. Oh, oké, ja. Ik ben en een beetje... Maar je kunt er ook super ziek voor worden. Oké. Dat is mensen. Zie je, wordt er al bang van. En dat willen we. Ja. Hij prijst het helemaal aan, het productje van hem. Hij heeft het in zijn handen. Het is duidelijk dat hij het verkoopt in elk geval. Ik lever gewoon goed spul en niet, het gaat niet om geld. Ja. Zie je, daarom heb ik een nieuwe motor op. Ja, ik snap het. Niet... Daar heb je een nieuwe motor van gekocht, toch? Wauw. Oh, maar dan moet je er wel veel mee verdienen, inderdaad. Ja, precies. Heb je het geld? Ja. Zo. 90 hadden we gezegd, Ja, als het werkt, dan wil ik ook. Ja, het werkt sowieso. Ja, hij heeft het geld, zij heeft het in handen. Ik krijg wel een korting, want we hebben nu €90 betaald. Maar als ik dan ook wil, krijgen we dan korting? Hoe lang kan je het gebruiken? Gewoon non-stop? Dat maakt niet uit, elke week. Jori! Wat? Je zou stoppen. Met Melanotan verkopen. Waarom ga je niet meer door? Ja, daarom. Ik heb jou een filmpje laten zien van een vader wiens zoon is overleden. Ja. Je hebt beloofd te stoppen. Ja. Wat zijn dit voor geintjes? Geintjes omdat ik er ook aangeslapen heb. Ach, houd toch op, man. Wat houdt het op? Je hebt allerlei advertenties heb je online staan. Ik heb het gezien. Ik heb geen advertenties, jongen. Ik heb het gezien. Wij reageren toch op een advertentie van jou? Ik heb geen advertenties. Dat heb je wel. Jongen, laat zien dan. Ik heb geen advertenties. Je liegt dat je barst. Jongen, rot op, ik heb geen advertenties. Loop je het nu te verkopen of loop je het nu te verkopen? Ik heb geen advertenties. Loop je het nu te verkopen of loop je het nu te verkopen? Hier, wie is deze man dan? Jongen, ik heb geen advertenties. Wie is dit dan? Laat de advertentie dan. Ja, dan hier, alsjeblieft. Dat is een advertentie vorig jaar, jongen. Nou, dat staat nog steeds online. Echt niet. Haal nu eraf. Hé, jij verkoopt nog steeds Melanotan. Laat zien de advertentie. Je bent het toch nu aan het verkopen? Ja, laat het zien, hè. Hier jongen, dit is je verdiende loon. Ja, laat het zien. Hou op. Jij verkoopt dat nu toch of niet? Nee. Verkoop je het nu niet? Nee. Ja, hou. Dan mag je helemaal even loslaten. Nou, we hebben het vastgelegd hoor, dat je wel verkoopt. Helemaal de manier. Even omdraaien. Hij ontkent dat hij het verkoopt. Ja? Praat tegen je. Als je nou gewoon rustig doet wat ik zeg, dan is er niks van. Ja? Er zijn mensen door overleden, hè? Jongen, hou hem zo. Ja? Hij kan het niet meer navertellen. Wat? Hey, die jongen kan het niet meer navertellen. Nee. Hey, je hebt me toch beloofd dat je zou stoppen? Nou ja, een handelaar. Ja? Die je beelden laat zien. Maar blijkbaar niet genoeg. Ja, dat zit ik niet. Zet maar aan, maar ik ga niet over, hè? Hij heeft gewoon de beelden gezien. Van een vader die vertelt, verkoop het niet. Mijn zoon is er aan overleden. Aan dat gebruik in combinatie met anabole steroïden. Doe het niet. Hij beloofde te stoppen. Hij ging door. En dus gaat hij mee naar het bureau. Meer undercover in Nederland? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.